Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Bij aanvang van de dag is nog weinig bewolking boven Nederland, maar vanuit het noordoosten neemt de bewolking wel toe. Bovendien kunnen er ook stapelwolken ontstaan. Mist is snel verdwenen en in de ochtend schijnt de zon dus het meest, met temperaturen die snel oplopen richting 10 graden. Vanmiddag, bij een matige noordelijke wind, wordt het maximaal zo'n 13 graden op de Wadden en 16 dieper landinwaarts. Bewolking is het dikst in het oosten en noordoosten van het land met tegen de avond heel lokaal misschien een spatje regen. Goed vanavond dus dat spatje regen. In het westen nog wat opklaring en temperaturen die gaan dalen. Verder verandert er heel weinig. Met de bewolking is het in de nacht in elk geval niet koud. En de wolken gaan morgen geleidelijk weer oplossen. Dan breekt de zon dus vaker door. En bij nog steeds een matige noordelijke wind worden het dan 14 tot 17 graden. De hoogste temperaturen vinden we tegen de oostgrens. Een rustige dag dus met flink wat zon. En ook de woensdag ziet er nog kalm, zacht en vrij zonnig uit. Maar dan gaat het donderdag wel veranderen. Dan is er duidelijk meer bewolking, neemt de kans op neerslag ook toe. En we zien de temperaturen dalen. Vrijdag wordt het op sommige plaatsen nog niet eens 10 graden met flinke buien en tussendoor af en toe wat zon. Bovendien een stevige noordwestenwind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.